Op de beelden van de bewakingscamera is duidelijk te zien hoe de zwarte Porsche van Jonathan Lejard zonder remmen de winkel binnenrijdt. En ja, op een fractie van een paar seconden zat hij in één keer binnen de shop. Ja, dat ik weg ben moeten springen. En die cliënt waar ik aan het helpen was, ja, die kon niet wegspringen. Ja. Die klant is Jeffrey De Walef. Hij wordt door de auto gegrepen. En dan heb ik net op het einde kunnen wegspringen. Dan zat tussen de toonbank en de auto helemaal gekneld. Ik heb schaafwond en dan genaaid en dan mijn enkel verstuikt of ja, zwaar verstuikt, denk ik. Tot ieders verbazing stapt een stomdronken Lejard uit zijn wagen en wandelt weg zonder ook maar naar de ravage om te kijken. Die stapte uit en die wandelde gewoon weg naar buiten. En ja, die ging gewoon bellen buiten, ja. Alsof er niets gebeurd was? Ja. Ja, daarna is hij op de parking blijven lopen en toen heeft de politie hem opgepakt, ja. De schade in de winkel is enorm. Morgen als de makelaar en de expert langskomen gaan we meer weten. Maar ik schat zo'n tussen 250.000 en 300.000 euro zullen we wel schade hebben. Jonathan Lejard is geen onbekende in het Tongerse uitgaansmilieu. Hij werd er al meermaals dronken gesignaleerd. Op last van het Tongerse parket is het rijbewijs van Lejard onmiddellijk voor 2 weken ingetrokken. De ex-Anderlecht-speler werd naar het politiecommissariaat overgebracht, waar hij zijn roes kon uitslapen.